Oké. Ik krijg de microfoon niet dicht genoeg bij me om chill te spelen. Oké. Kunnen jullie de piano's horen? Nee. En blijf ik even spelen zodat ik wel moet horen? Ja. Ik ga vandaag voor jullie een nummer spelen. Oh, echt? Nummer 1, leuk voor jullie. Leuk genoeg gaat erover dat jij jezelf leuk vindt. Dat het niet uitmaakt wie je bent, of wat je leuk vindt om te doen, of waar je in gelooft, of wie je lief hebt. Dat het niet uitmaakt of je nu wel modebewust genoeg bent, knap genoeg, lang genoeg, klein genoeg, dik genoeg, dun genoeg, of je populair genoeg bent. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij jezelf leuk genoeg vindt. En als mensen aan mij vragen waarom ik leuk genoeg heb geschreven, dan zeg ik altijd. Is het beter? Als mensen aan mij vragen. Is het beter hoor, maar goed. Als mensen aan mij. Goed, ik ben het verhaal gaat echt helemaal nergens heen. Net als mijn video's. Maar wat ik wilde zeggen is. Dat je niet zo nerveus hoeft te doen. En dat het niet uitmaakt wie je bent. Of waar je in je gelooft. Ik heb leuk genoeg dus geschreven. En als mensen vragen waarom ik dat heb gedaan, dan zeg ik altijd het volgende. Ik zeg zo dan dat ik zag dat heel veel mensen op social media heel erg onzeker zijn. En dat is dan mijn antwoord, want dat is het makkelijkste antwoord dat ik kan geven. Maar dat is niet het hele verhaal, want wat ik ze niet vertel is dat leuk genoeg ook over jezelf gaat.